Dit is hier de meest vertederende zondag die ik ooit al meegemaakt heb bij Ment. Injas, Trisha en Axel Krombé zitten en bekijk dat daar nu eens. Hoe mooi, hoe schoon. Injas, beschrijf eens jouw gevoel. Ja, je kan dat niet beschrijven. Zoiets, je zou daar uren blijven naar kijken, ieder moment dat je dat vast hebt. Ja, het is een popje dat je vast hebt. Dus je kan eigenlijk vooraf niet beseffen dat dat allemaal zo vertederend is. En je leven eigenlijk ondersteboven gooit. Het is meer dan positief allemaal. Heel ben je tof. Emotioneel? Heel emotioneel? Bij zo'n grote momenten in het leven? Ja, toch wel. Toch wel. Ik ben heel realistisch, maar inderdaad toch wel emotioneel op bepaalde momenten. Mm-hmm. Zeker en vast. Hoe was de babyborrel, Trisha? Ja, hoe was de babyborrel? Ja, ik was er ook, maar ik vraag het aan u. Ik bedoel, ik heb jullie nauwelijks gezien. Er was zoveel volk. Ja, inderdaad. Ja. We hebben toch 250 gasten uitgenodigd. En dat was echt wel enorm. Ook heel veel animatie natuurlijk. Alles draaide ook rond Animo, ons organisatie- en theaterbureau. Een boekingskantoor. Dus het was op en top. Hè? Ja, en dan ook gedoopt. Ja. Een zeer bewuste keuze, Injas. Ja, zeker en vast. Dat hoort erbij, vind ik. En ik wilde dat toch wel kort na de geboorte doen. En we hebben het doorgetrokken allemaal op één dag. Want we hebben eigenlijk voor een originele babyborrel gekozen. Het was een ontbijt. Dus een ontbijtreceptie. Die startte om 9:30. En we hebben dat dan doorgetrokken naar de doop in het kapelletje, Onze Lieve Vrouw te rusten in Deerlijk. Wat ook toch wel heel romantisch was. Ja. En dan nog samengebleven met de familie smiddags tot 9:00 s'avonds. We hadden ook speciale teksten voor haar laten maken. En een speciaal boekje om toch emotioneler te maken en persoonlijker. Ja, hoe gelovig zijn jullie dan? Jij niet zo veel, niet zozeer, maar ik wel. Ik ben toch wel wat gelovig. Ik geloof toch wel dat er iets is. Hier bij ons. Maar ga je ook naar de kerk? En zo ver gaan we niet. Maar ik geloof wel dat er iets is. Ja. Zeg, de burgemeester was er natuurlijk ook. Dat heb ik ook gezien. Sta je op zijn lijst, Injas? Radio 2 heeft het proberen te weten. En hij heeft dan gezegd van, we gaan binnenkort de lijst bekendmaken. En ik denk dat ze nog altijd niet bekend gemaakt is. Maar je sluit dus ik kan daar dan ook niet op antwoorden. Je sluit het niet uit. Ik ga er geen antwoord op geven. Hartelijk dank voor jullie komst hier naar de Mensstudio. Blij dat we Axel hier haar eerste tv-optreden, cadeau hebben gedaan. Ja. Axel Krombé, zie ze haar eens uittrekken. Een zorgeloos bestaan. Wordt het een zangeres, Trisha? Misschien wel, hè, ja. Dat zou leuk zijn dat we ooit samen op podium staan. Dus ja, misschien wel. Ze is het met de papriep ingegeven, toch? Hè? Of een presentatrice, natuurlijk. Mag ook, natuurlijk. Ja. Allee, we gaan nog eens klinken. Ja. Bedankt voor jullie komst. Dank je wel. Santé, hè. Santé, hè. Ja.